We gaan samen bidden met de psalmen. Dat is iets wat al eeuwenlang gebeurt in de traditie van de kerk. Dat de psalmen aanleiding vormen voor gebed. En we doen het dan als volgt. Ik lees een psalm. En dan kijk ik, hey, wat, wat in die psalm spreekt mij aan? Wat raakt me? En dat is dan het gebedspunt voor die dag. Nou, en ik wil graag beginnen met psalm 1. Uh, waar staat gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die niet op de weg van de zondaars en bij de spotters zit. Maar die vreugde vindt in de wet van de Heer. En dan gaat het door... Als je dat vindt, als je die vreugde van de, Heer, van de wet van de Heer hebt, dan zal alles wat je doet tot bloei komen. En ik weet niet hoe jij met de wet van God omgaat. Die wordt zondags natuurlijk vaak gelezen in de kerk ook, de Tien Geboden. Maar het is echt een vreugdevolle wet. Wij ervaren het soms als nou, een soort bekend riedeltje. Maar wat me hier opvalt in deze psalm is: er is geen groter vreugde. Hij verdiept zich er dag en nacht in, in de wet van God. Hoe komt dat? Omdat de wet van God eigenlijk de, de leefregels van een geliefde zijn. Als je heel veel van iemand houdt en je woont met elkaar, dan weet je dat er bepaalde regels zijn waar je aan houdt. Niet dat je daar gebukt onder gaat, maar dat je weet, als ik dit doe, dan, dan, ja, dan maak ik haar leven of zijn leven, maak ik daarmee mooier. En zo heeft God ons ook die regels gegeven. Hij wil met ons samenleven en Hij wil ons leven mooier maken, gelukkig maken. En daarom is ons gebed voor deze dag dat God ons uh, zo zal laten luisteren naar zijn woord en naar zijn wet. Dat we beseffen dat we er echt gelukkig van worden. Hij die liefde is, wil ons liefde leren. En daarom luisteren we naar de wet van God. De tien geboden, heb God lief boven alles, de naaste als jezelf. En we bidden vandaag, Heer, leer mij vol vreugde om uw liefde te hebben boven alles. En de naaste als mijzelf.